Zoals je kunt zien, staan we hier nu bij het Dolf. Hij werd op 2 juli het grote concert, het zomerconcert, gehouden. Dit in samenwerking met SOW. We lopen nu richting de locatie waar straks het grote concert gaat plaatsvinden. En dit locatie heeft een vrij mooie achtergrond, zoals je dadelijk zult zien. Hier op deze locatie gaat dit gebeuren. Hier zit dadelijk het orkest en de slaagwerkgroep. Hier achter mij zien de tribunes. Deze zijn dadelijk gans uitverkocht met allemaal mensen die komen luisteren naar Fortissimo. Je snapt natuurlijk wel dan dat er wel een enorme druk bij ons leed. Maar ook dat kennen wij allemaal aan. Ja. We gaan gewoon knallen dit dag. Dit is Mike Driessen. Mike Driessen is de voorzitter van Techniek en Logistiek. Ik ga hem nog een paar vragen stellen, want Mike doet heel veel voor ons tijdens het concert en als met de voorbereidingen. Mike, ja. Ik ben voorzitter van Techniek en Logistiek. Wat houdt dat nu eigenlijk in? Nou, dat wil zeggen dat ik sturing wil geven aan die commissie Techniek en Logistiek. En wij doen eigenlijk voor alle concerten, voor alle optredens die we hebben, zien we natuurlijk heel veel voorbereidingswerkzaamheden. We moeten een podium regelen, we moesten natuurlijk geluid regelen, we moesten het leeg regelen. En dan hebben we natuurlijk heel veel mensen en andere vrijwilligers voor die dat samen met ons doen. En ik moet er een beetje sturing aan geven. En dat kost veel tijd in de voorbereiding altijd. Maar tijdens het concert heb ik natuurlijk ook niks te doen. Dus ik kan ook lekker genieten van alle muzikanten die dan weer een prachtig concert hebben. Oh, dat is ook heerlijk. Ja. En ik stuur dan meer de mensen aan, zo van doe dit en doe dit. Of heb ik zelf ook natuurlijk een hele grote rol in die... Nou, dat is al heel veel werk om de mensen aan te sturen. Maar natuurlijk help ik ook wel een handje mee. En als er opgebouwd moet worden, want we moeten nu voor dit zomerconcert wat we gaan krijgen op 2 juli, hier in de Doolhof, een prachtige locatie. Moeten we natuurlijk ook een podium opbouwen voor de muzikanten opzetten. We zien nu in de voorbereiding, en daarom zien we hier, zien we met de mensen van Leeg en het Geluid hier, een dat alvast aan te stemmen. En hier gaan we opbouwen, met weer gewoon allemaal opbouwen, hoeveel tijd we hebben er voor nu en dit. En dan moeten we hopen dat we dan in dat weekend met heel goed weer, dat we dan ook een heel fijn concert gaan krijgen. Dat hopen we natuurlijk ook. Nu staan we bij Rick en Rick en Rick en Rick regelen het geluid heet bij het zomerconcert en de Leeg natuurlijk. En ze hebben ook een eigen bedrijf en kind je wat vertellen over dat bedrijf? Wat doet je zoal? Wat moet je in een jaar doen of iets? Nou, we zien Venlotech Leeg en Geluid. Goed, Venlo, verrassend, de naam zei dat eigenlijk al. Leeg en Geluid bedrijf wat zich volledig bezighoudt met eigenlijk alles wat ze maar kunnen vinden in de Leeg en Geluid wereld. Special effects, dansvloeren. Podiums, eigenlijk een heel breed scala aan evenementen die we ook verzorgen. Fortissimo is natuurlijk een van, hier in het Doolhof het zomerconcert, waar we, was het zelf al zei, het geluid hoofdzakelijk regelen en een beetje leeg erbij. Maar ook zijn we aanwezig bij het vastelovensconcert en alle losse kleine concertjes of evenementjes die Fortissimo ook bijvoorbeeld door het gans wil door nog geurt. Ja, en wat heb je nu echt speciaal voor dit concert? Wat regelt u nog? Nou ja, wat hier gebeurt, het Dorp is natuurlijk een grote tribune, het podium wordt hier aangebouwd. Nou, dat is natuurlijk niet dan van oorspronkelijk dat allemaal die mensen dat dan kunnen huren. Dus we zeggen dat is een goede verdeling van het geluid. Mm-hmm. Plus, het zijn natuurlijk een verkapping voor het orkest. Het is hier vandaag, maar we zeggen toch weer een trus met licht eraan, zodat het net niet of de mensen in het zon kunnen zitten en niet dat er een schaduw van achter kunnen. Dus hier ook het licht in de camera zeggen. Ja, het is met Sunke steeds. Dan zien we even niet wie dat jij doet zien allemaal. Ja, ik ook. Wie ook weer. Je ziet, dit is René. En René doet meer de opnames tijdens het concert. En verder gewoon vragen wat er allemaal uit, want dat weet ik zelf ook nog niet zo. Dus vandoor dat we eens René gaan interviewen. René, je ziet hier nu op een woensdagochtend. En waarom zit je hier voor Fortissimo? Nou, gewoon kijken wat de mogelijkheden zien om de camera's op te stellen. En nu we dadelijk het concert optimaal in beeld kunnen brengen. We gaan dus waarschijnlijk 3 of misschien zelfs 4 camera's opstellen om alles goed in beeld te brengen. En dat zien dan meer fragmenten van tijdens het concert of het gebeurt het ganse concert? Nee, het ganse concert in zijn totale uitvoering wordt opgenomen. En daar maken we een dvd van en dat kunnen de mensen achteraf bij de vereniging nog bestellen. Dus dat is heel leuk om te weten. Mocht je niet nog het concert kennen, om wat voor reden dan ook, want we verwachten natuurlijk dat iedereen komt, zorg dan dat je de tv, dat je de
Maak u maar eens goed. Knippen. Zorg dan dat je de DVD koopt, zodat je altijd nog nooit kunt genieten van dit prachtige zomerconcert. En s'avonds morgen zullen we proberen om een klein stukje van het concert op Facebook te publiceren. Dus dan kunnen ze alvast kijken wat het DVD gaat voorstellen. En kunnen ze gewoon bestellen als ze geïnteresseerd zijn. Nou, dat klinkt jullie echt positief. En ja, we gaan er een mooi concert van maken, waardoor dat geen jullie mooie beelden krijgen. Ja. En daar willen we ons best voor doen. Ja, allebei. Hey, achter de tribune is een groot plateau waar straks de eerste pauze en na het concert de catering weer zal zorgen. Hey, kunt je denken aan lekkere hapjes, lekkere drankjes, niet alleen voor ons, maar ook natuurlijk voor de mensen die kijken naar het concert. Denk aan krumenvlaai, abrikozenvlaai, kersenvlaai, sinaas, icy en natuurlijk voor de mannen heel belangrijk, beer. Dus, heb je zoiets van, ik kom gezellig naar het concert kijken, kom met een lege maag, want hij is eten genoeg voor iedereen. Dus, zien we nog door en dan drinken we er samen een en dan eten we samen een stukje vlaai. We hebben ook nu een klein blikje achter de schermen gegeven over de voorbereidingen voor ons grote concert op 2 juli hier in de Noordhof. Er zijn nog kaarten te koop, dus mocht je nog niet in bezit zien van kaarten, je kunt ze kopen via de website www.fortissimovenlo.nl of www.sopvenlo. Dus, mocht je nog geen kaartjes hebben, dan weet je wat er te doen staat. Wij zijn nog hopelijk een volgende keer en tot dan. Hoi!